biefstuk en ui in oestersaus is een makkelijk en snel gerecht dat ik graag maak. Ik bereid dit gerecht vaak naast een aantal andere gerechten om dit met witte rijst te eten. Omdat de biefstuk heel kort en snel gebakken wordt, zet ik eerst de saus klaar. Hiervoor meng ik oestersaus, maïzena, rijstwijn, een klein beetje suiker en water. Je kunt in plaats van rijstwijn ook een droge sherry gebruiken. Vervolgens snijd ik een ui in partjes. Ik gebruik een heel ui, maar als je dat niet lekker vindt, kun je ook een half ui gebruiken. Verhit dan wat sesamolie in een pan op hoog vuur en bak de ui tot goudbruin. Dan kun je het vlees toevoegen. Als het vlees bijna gaar is, pak je de saus erbij, roer je die goed door en giet je het erbij. Zodra de saus ingedikt is en goed gemengd is met de biefstuk en de ui, kun je het gerecht meteen serveren. Dit gerecht is het lekkerst met rijst, maar je kan het ook door een noedelwokschotel doen met flink wat groenten. Geef het filmpje een duimpje omhoog als je van snelle, makkelijke gerechten houdt. En abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort recepten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.